Om ervoor te zorgen dat je lange tijd op hoge of lage temperatuur kunt koken zonder dat je je eten verschroeit, hebben we de Convector bedacht. Een handig keramisch hitteschild dat de Big Green Egg omtovert in een oven. Eerst vullen we de egg met kolen. Steken hem aan, plaatsen dan de convector met de pootjes naar boven en daarboven leggen we het stainless steel grid. Hier kunnen we ons product op plaatsen. We brengen de egg op temperatuur. We gaan een sappige ovenkip maken en hiervoor moet de egg tussen de 180 en 200 graden Celsius worden gestookt. Om te weten of de kip goed gaar is, meten we de kerntemperatuur. De ovenkip is klaar met een kerntemperatuur vanaf 77 graden. En? Is die klaar? Nee. Nou, we wachten het af. Afhankelijk van de grootte van de kip duurt de bereiding ongeveer een uur. Er zijn mooie slow-cook-gerechten waarbij je de eik urenlang aan hebt staan. Zorg dan dat je er natuurlijk genoeg kolen in hebt. Als we klaar zijn, zetten we de keramische dop erop en doen we de schuif onderin dicht. Na 20 minuten zijn de kolen helemaal gedoofd. Die kunnen we dan de volgende keer gewoon weer gebruiken. Open de deksel niet voordat de eik gedoofd is. Door de plotselinge instroom van zuurstof kan er een steekvlam ontstaan. Helemaal top! Perfect knapperige kip. En sappig van binnen. Smullen maar! Meer informatie is te vinden op biggreenegg.eu.